De Stadshopper gaat in Nijmegen op 1 oktober in de proef. Dat is een busje die rondrijdt door het centrum om het zo toegankelijker te maken voor reizigers. De route van de Stadshopper staat hier, achter mij, op Nijmegen Centraal. Vanuit hier rijdt hij richting de Hezenstraat, naar boven, richting Plein 44. De Stadshopper is een nieuw fenomeen in de stad. Nijmegenaren zijn er dus nog niet bekend mee. Stadshopper is een klein elektrisch busje dat dus een vaste route rondom het centrum gaat rijden. En er kunnen 4 mensen per keer in. Hij gaat 4 keer per uur, dus mensen kunnen dan op de haltes wachten tot hij voorbij komt en dan instappen. Uiteindelijk komt de Stadshopper hier terecht, op de Grote Markt, vanuit Plein 44. Dit is het punt waar de mensen dicht bij het centrum zijn. Vanuit hier rijdt hij door, via de Molenstraat en de bibliotheek, richting het Valkhof. Op dit moment is het nog een proef, maar als het een succes wordt, is de wethouder zeker van plan om er meer geld voor vrij te krijgen. Omdat we in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken om een verblijfsvriendelijke binnenstad te maken met minder ruimte voor auto's. Maar we willen wel dat onze binnenstad bereikbaar blijft. En we gaan kijken of dit busje, de Stadshopper, daar een aanvulling op is en echt iets betekent voor mensen die anders met de auto zouden komen. En we hebben die gegevens nodig om te bepalen of dit nodig is of dat het ook zonder dit busje zou kunnen. Dan gaan we met de gemeenteraad in gesprek of we hier meer geld voor vrij kunnen maken. Nu hebben we alleen geld voor de proef en gaan we dus met elkaar evalueren daarna. Er zijn verschillende redenen waarom de Stadshopper aan de orde wordt gebracht. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het heel belangrijk is om de stad wel, de binnenstad dan, het centrum groener te gaan maken en meer ruimte voor voetgangers. Maar daarbij ook de binnenstad bereikbaar te houden en daar is gekozen voor de pilot van een Stadshopper. Vanaf de bibliotheek komt hij hier achterlangs, het Valkhof, en gaat hij naar beneden richting de Wouwkade. Daar is nog 1 bushalte en dan rijdt hij weer door naar het Centraal Station, wat tevens ook het eindpunt is.